Hey Esmee, leuk dat ik kan spreken over re-ablement. We werken natuurlijk heel nauw samen met elkaar in de eerste lijn ook. Zeker. En in de wijkteams. Dus het is ook denk ik leuk om ook iets meer te vertellen over wat re-ablement precies is en wat we daarmee kunnen bereiken. Zal ik eens kijken naar de vragen die er liggen? Dat is goed. Ja. Heb jij in de omgeving iemand die door goede begeleiding onafhankelijker van de zorg is geworden? Ja, dat heb ik zeker. Wij hebben een cliënt in zorg die in eerste instantie voor 2 keer in de week douchen en 2 maal daags steunkousen zorg bij ons kwam. Ja. Nou hebben wij samen met de ergotherapeut naar deze situatie gekeken. En hebben wij deze meneer gekeken hoe wij misschien de steunkousen, misschien het douchen, wat kunnen minderen. Mm-hmm. Meneer is uiteindelijk in staat geworden om zelfs zijn steunkousen aan en uit te trekken. Nou, dat is natuurlijk een succesverhaal bij ons. Ja, zeker. Ja. Het scheelt natuurlijk heel veel zorgcontacten. Zeker, ja. En minder afhankelijkheid van de cliënt, dus dat is mooi. Zeker, ja. Top, helemaal goed. Wanneer is re-ablement geslaagd voor de cliënt, naasten, collega's? Ja, ik denk dat het belangrijk is, als je kijkt naar het hele proces rondom re-ablement, dan zie je eigenlijk dat de wijkverpleegkundige een spin in het web is. Dus zij beginnen eigenlijk met de intake en die kijken wat voor informatie ze krijgen. En dan afhankelijk daarvan komt er een overleg ook met de fysiotherapie en ergotherapie. Dat gebeurt wekelijks of 1 keer in de 2 weken, afhankelijk van de hoeveelheid aan de cliënten. En dan gaan we met elkaar kijken van wat zou de fysiotherapie, wat zou de ergotherapie kunnen toevoegen. En hebben die eventueel een toegevoegde waarde hierin. En dan gaan we met elkaar kijken van oké, wat kunnen we bereiken met deze cliënt? En dan maken we een mooi behandelplan. En dan proberen we binnen 3 maanden dat iemand weer zoveel mogelijk zelf kan. En dus minder afhankelijk is van zorg. Dat is een beetje het idee. Wat denk jij eens mee? Denk je dat de mensen zich beseffen dat er in de toekomst toch minder zorg zal zijn? Dat mensen daar nu al rekening mee houden? Ik denk dat mensen best wel nog in het nu leven. Mm-hmm. Kijken wat er nu is en nu kan, maar nog niet verder denken aan de toekomst. Ja. Dat er toch minder zorg te bieden is dan dat er oplossingen moeten komen. Ja, ik denk er soms wel eens over na. Van ja, weet je, over een jaar of 20, 25 mm-hmm. ben ik misschien ook afhankelijk van zorg. Hoe ga ik dat doen? Ja. Ik heb 1 zoon. Ik denk niet, tenminste ik verwacht niet, want die wil piloot worden. Ik verwacht niet dat die zitten wachten om zijn ouders te gaan helpen. Dus mm-hmm. hoe ga je dat dan doen, hè? Dat is best wel een dingetje. Ga je contact aanleggen met de buurt, met buren, dat soort zaken. Broers, zussen zijn natuurlijk zelf ook op leeftijd. Dus ja, dat is wel een dingetje, denk ik, in de toekomst. Waar we even goed over na moeten denken met elkaar. Dus de uitdaging. Wat vind jij daarvan, Esmee? Terug naar vroeger? Of denk je van we moeten juist de toekomst omarmen? Ja, veranderingen moeten gaan omarmen. Dat wij iets moeten gaan bedenken om in de toekomst mensen nog steeds langer thuis te kunnen laten wonen. Ja. In plaats van iemand blind in zorg nemen, moeten we kijken wat is de zorgvraag? Wat kan iemand zelf? Welk stukje kunnen wij hulp bij bieden? Welk stukje kan omgeving bijvoorbeeld hulp bij bieden? En zoveel mogelijk zelfstandig ook. Dat ook, zeker. Ja. Want het is niks zo fijn als zelfstandig te kunnen zijn en niet afhankelijk te zijn van anderen, denk ik. Precies, ja. Ik denk dat iedereen dat het liefste zou willen. Ja, helemaal eens. Ja. Ik denk dat die samenwerking, fysio, ergo, maar vooral ook wijkverpleegkundigen, ik denk dat dat cruciaal is in het geheel. Dat denk ik ook. Dus als we dat goed doen, dan denk ik dat we heel veel succes kunnen halen hiermee. Ja, dus dat lijkt me ook. Daar gaan we voor. Zo is het.